Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen waren alle Sprookjesbosbewoners nog gelukkiger. Want er was muziek in het Sprookjesbos. Festival. Shalali, shalala, shalali, shalala. Wat is dit? Dat is de poster van het Sprookjesboomconcert. Oh, wie hebben lopen flyeren? Wie? Dat hebben de kabouters natuurlijk gedaan. Oh, die stomme kabouters ook altijd. Ik wil gewoon slapen. Laat me met rust. Nou, heksie-peksie. Wat ongezellig. Nou, wij gaan gewoon lekker door, hoor. Ja, want de volgende artiesten staan al te trappelen om mee te doen. De ene is groot en de andere is juist klein. Ze hebben samen dit podium gebouwd en de posters opgehangen. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor Draak en Co. Kabouter. Goedemiddag allemaal. Ja, dat klopt ook helemaal wat Ezel zegt. Ik heb samen met Co dit prachtige posters opgehangen, de lichtjes verzorgd en natuurlijk ook dit prachtige toneel gebouwd. Het is tijd voor een muziekfeest. Wij doen ook eens cultureel, maar samen musiceren. Je moet wel op een toneel. Ja, nou was er een toneel. Maar dat was veel en veel te oud. Dus moest er voor het feest nog snel een nieuw toneel gebouwd. Het liefst in één dag. Wij gaan overstag. De slop de ons en bouwen op. We gingen aan de slag. De dingen met de haven. Bam, bam, bam. Je zag wat met de zaak. La 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 la
het? Nee. Geitje, ben je weer? Wat doe jij nou weer hier? Je bent veel te vroeg. Je bent pas later in het programma. Ja, dat weet ik wel, maar ik ben gewoon zo zenuwachtig voor ons optreden straks. Ah. Zal het wel goed gaan? Maar natuurlijk! Ja, we doen het optreden toch gezellig samen, hè? Samen? Ja! Hè? Oh, en Geitje baby. Misschien willen de kinderen ons ook wel helpen. Oh, denk je dat? Ja! Kinderen! Willen jullie mij straks helpen? Ja! Oh ja, maar dacht even ik het denk. Wat doe jij nou weer hier? Wat? Nee, je staat ook helemaal niet op de poster van het Sprookjesboomconcert. Jij bent niet, hoor. Nou ja, wat belachelijk! Waarom sta ik niet op de poster? En bovendien, waar zijn die posters dan? Nou, daar, op het kasteel. En daar, op het huisje van de heks. Ga maar kijken. Nou ja! Waarom sta ik niet op die poster? Omdat je er niet op staat. Ja, dat heb ik gezien, Ezo! Oh, en ik heb nog wel zo'n goed nummer voorbereid. Oh, begint dat weer goed. Ja, iedereen wel, behalve ik, natuurlijk. Oh. Nou, wat een gedoe. Nou, we gaan gewoon lekker door, hoor. Ja, want de volgende artiest staat ook alweer klaar. Zij is namelijk prachtig om te zien. Ze heeft altijd een roze jurk aan en een prachtige vlecht in de haren. Oh, en ze kan walsen als de beste. Oh, ze woont in een kasteel en de prins, nou, die is er bijna nooit. Nou, lieve kinderen, over wie zou ik het hebben? Natuurlijk, prinses Assepoester. Oh. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is prinses Assepoester met het prachtige lied. Oh, zwanendans. Oh, maneschijn. Dankjewel, Lies. Break a leg. Oh, zwanendans. Dit was buitengewoon prachtig. Oh, dank je.
Dankjewel, Langnek. Wat is het toch fantastisch om hier te mogen zingen, zeg. Domme. Dankjewel, lieve kinderen. Zeg, Langnek. Ja? Roodkapje is de volgende. Och, nou wat leuk dat Roodkapje gaat optreden. Zeker. Nou, laten we gauw tegen haar zeggen dat ze klaar moet gaan staan. Wat een goed idee, zeg. Die heeft echt zo'n mooi gezongen, prinses. Oh, dat is dat je... Ik heb zo'n... Oh, wat een zoetsappig gedoe weer! Mijn zomerrit is natuurlijk veel en veel smengender dan dat. Ik wil ook gewoon meedoen met het Sprookjesboomconcert. Oh. Maar is eigenlijk al bekend wie er zo meteen gaat optreden? Wie dan? Ja, wacht. Volgens mij is het prinses Assepoester dat Roodkapje zo meteen gaat optreden, toch? Dus wie zegt dat dan meteen? Oh, maar dan heb ik een geweldig plan. Ik ga me zo even heel snel verkleden. Als Roodkapje. En als Ezelhaar dan aankondigt, dan kom ik gewoon op. Ik ben slim en intelligent. Oh yeah! Assepoester, bedankt voor je prachtige lied. Oh, daar komt die niks tegen ezel, zeg maar goed. Oké. Het was zo mooi, hè? Het spat er vanaf. Ja. Op naar de volgende artiest. Zij heeft altijd een mandje bij zich met koekjes. En daarmee huppelt ze door het Sprookjesbos. Op naar grootmoeder. Nou, en dan hopen dat ze nu niet van het pad af gaat, hè. Om bloemen te plukken. Ja. Oh, en ze heeft altijd een kapje op haar hoofd. En ze is beste vrienden met Klein Duimpje. Nou, lieve kinderen, over wie zou ik het hebben? Roodkapje! Roodkapje natuurlijk! Hier is... Ja, hallo allemaal! Roodkapje! Daar ben ik dan! Oh, wat heerlijk zeg! Hé, hey, Ezel! Hé! Hey. Zeg, zal ik ook lekker een nummertje zingen? Zeg, Roodkapje? Wat heb jij je grote oren? Oh, dat is om de muziek beter te kunnen horen. Ja, zet hem maar aan! Zeg, Roodkapje. Wat heb jij je grote handen? Oh ja, dat is om lekker mee te kunnen klappen. Ja, kom nou maar op met die muziek. Zeg, Roodkapje, wat heb jij je grote mond? Zeg, lieve kinderen, is dit Roodkapje wel? Nee, wie is het dan wel? Maar die was helemaal niet thuis. Oh, Ezel, ik ben nu toch niet te laat voor mijn eigen optreden? Natuurlijk niet, Roodkapje. Nou, oh, Wolf! Huh? Nou, ik vind het echt heel gemeen. Oh, dan maar, ik hou nou, dag, Wolf! Maar wacht, misschien kun je ook dat aan! Ja, ik ga al! Oh. Nou, wat een gedoe! Nou, dames en heren, jongens en meisjes, hier is de enige echte... Roodkapje! Roodkapje! Met koekjes op deze vrijdag.
enige echte Roodkapje. En Wolf? Niet. Ja. Oh, je was superleuk om te doen. Zeg bedankt, hè. Graag gedaan. Dag allemaal. Oh, zeg al even dag tegen Roodkapje. Dag, Roodkapje. Oh, wat was ze goed. Oh, op naar het volgende lied. En dat doe ik samen met mijn beste vriend Geitje Benjamin. Geef hem een groot applaus, hier is Geitje Benjamin. Oh. Nou, dat gaan we nog een keer proberen. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Geitje Benjamin. Volgens mij vindt Geitje Baby het allemaal nog een beetje spannend. Oh, ik heb een idee. Ik kom de Geitje Baby nog een keertje aan. Ik ga jullie heel hard klappen en heel hard stampen op de grond. Zo hard als je kan. Komt-ie. Hey, stampen, het is heel. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Geitje Baby. Optreden gezellig samen. Ja, en de kinderen hebben ook beloofd om te helpen, toch? Ja, en ik heb net al gehoord, ze kunnen heel goed stampen. Ja. Dus ga maar staan en stap door mee. Oh, ja, maar eens als we met z'n allen doen, dan durf ik het even. Dan doen we het zo. Oké. Okay. Stappen, stappen, stappen. Drie keer moet je stappen. Stappen, stappen, stappen. Leg vaak hier op meteen. Drie keer vaker op los in. Wel bij alle rappen. Stappen, 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 daar zit weer een klop mee. Ha! Ha! Oh. Hey. Hey! Soms heb je een splinter. Oh, dat is geen kleine graag. Soms raak je van het pad af. Zo wil ik weer niks bij doen. Stappen maar, stappen maar, stappen allemaal. Stappen maar, stappen maar, en wat maak je kabaal. Soms zoek je een vriendje. En hey, soms zoek je een geit. Dan is er één ding. Stappen elk op tijd. Stappen maar. Stappen maar, stappen allemaal. Stappen maar, maak maar veel kabaal. Stappen, stappen, stappen. Drie keer moet je stappen. Stappen, stappen, stappen. De vraag hier komt meteen. Drie keer vaker dan we zingen. Dat wij alle lampen. Stappen, stappen, stappen. Dat scheelt weer een poppen. Stappen, stappen, stappen. Dat scheelt weer een poppen. Dankjewel. Want vliegen noem ik al jaren. Wat hadden jullie mooi gezongen. En zo lekker gestampt. Jullie hadden mooi geroepen. Oh, 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 nee, nee, nee. Beste meneer Vakier. Ja. Er is helemaal geen ramp. Nee. Nee, we wilden eigenlijk gewoon gezellig samen zingen en stampen. Voor het Sprookjesboomconcert. Ja, hoor. Oh, nee. Nee, we hebben toch niet wakker gemaakt nu? Oh, natuurlijk niet, jij lekker hapje. Huh? Ik bedoel, Geitje Benjamin. Ja, ga maar even aan de kant. Aan de kant. Aan de kant, aan de kant, aan de kant, tot aan de kant. Goed zo. Ezel, zal ik nu ook lekker een nummertje zingen? Hé? Ja, ik begrijp er helemaal niks meer van, hoor. Wat doet Fakir nou? Er is toch helemaal geen ramp? Nee. Nee, toch? Nee, ik ben Fakir. Jullie hebben mij geroepen met jullie gestampt, toch? Nee. Lieve kinderen, is dit wel de echte Fakir? Nee, wie is het dan wel? Wolf! Nee, ik had het. Ja, nou met medelijden nog aankomen. Oh, ik wil gewoon meedoen met het Sprookjesboomconcert. Maar Wolf, loop je daarom steeds het Sprookjesboomconcert te verstoren? Ja. Je wil gewoon meedoen. Ja. Nou, had het toch gezegd? Ik had het toch gezegd? Natuurlijk mag je meedoen. Natuurlijk mag. Wat? Ja, toch geitje baby. Ezel, dat kan toch niet? Ik kan... En het is
Mag alleen als de swingend nummer is. Oh, ja, maar die heb ik toch. Ik heb de hint dat sprong zo. We kunnen allemaal meedoen. Ik ga wel even naar de showtrap. Showtrap! Ho, oh, geitje, ben je mee? Zullen we hem samen aankondigen? Oh, mag dat? Natuurlijk, ga maar staan. Oh, ga maar staan. Ja. Dames en heren. Meisjes en jongens. Hier is Wolf met de hint. Met de hint. Staf. Sprong. 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 Let's go.
Kerstmis. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Blijf allemaal nog even zitten waar je zit. Jullie gaan één voor één naar buiten. En we wensen jullie nog heel veel plezier vandaag in de... Echte!